Goed, dames en heren. Hiermee zijn we dan een klein beetje op weg. Ik voel de warmte al uit de zaal komen. Hier achter het toneel staan ze ook te springen van ongeduld. En wie wij nu gaan begroeten is ons paar, de Hobbelbobbels. Zij zijn echt specialisten in het brengen van sketches. En ik zou de eerste sketch die zij brengen willen situeren in het domein van de RTT. De mannen die de telefoons plaatsen. En misschien hebt u er ooit van uw leven ook wel eens een probleem mee gehad. En hebt u dat niet, dan kunt u vandaag met zo'n probleem voor de eerste keer kennis maken. Uw aandacht voor de Hobbelbobbels. Het is al niet waar, ik verscheten dat ik al in de doos is geholpen. Dat zal wel zwaar.
C'est voilà. Oh, super, super. Ja, super. In mijn raam zit dat los, maar dan dat is een directe verbinding. Goed. Ja, dan moet ik eens een stof nog mee afdoen. Waar is het, madame? Het is al clear. Serieus? Ik zal haar verwoord hebben. Dan heb ik nou het telefoon. Ja. Allee, dan zal ik eens nog even aanstellen. Van de... Ja. Het is al niet waar. Het is al verschieten. Ja, het is al verschieten. Allee, verwoord. Het is al ook verschieten, recht, mijn chef. Doe er nog maar eentje bij, madame. Ja, kom, mensen. Doe er nog maar eentje bij. Ja. Allee, hop, naar Is dat zo zijn even occupé? Ik dacht dat heel die polder is dat, jongen. Ik dacht, die is dat oude rugwas die ik kropte. Dat heb je ook gekund, hè? Zeg, maar wat is er dan gehonden? Zoek je dan? Weet je wat ik denk, hè? Denk ik dat deunen zwicht de vinger in? Denk ik dat deunen lopen kraan zit, denk ik, joh? Ja, doe er nog maar wat ballen. Dat deun niet kunt draaien. Een slechte vinger? Normaal vingers is niks halzeren. Ja, maar dan... Ik wil zeggen dat je een lompen klaar bent en dat je niet kunt draaien. Ja, dit al gezegd. Je moet dragen draaien, hè? Ja? Oh ja, dat zal wel zijn, hè? Dat gaat er net bij me dan. Dragen draaien. Dragen, allee, doet dat nog eens kom. Je bent dat daar die knoop is. Ja. Allee, vrouw. Die knoop. Maar zoep, ik kan er nog wat bij geven natuurlijk, zie je? Allee, maar zoep. Is ie. Hé! Dat zal wel met alles in al zeker, hè? Ja, maar ik kan zo zijn dat je niet meer buiten gerokt, zie je? Dat is de wagen schuld, hè? Loop het erin! Hé. Om het is voor, hè, madame? Kan ik hier ook nog voor maar een buitenrap, zie je? We kunnen het niet bedienen. Nog eentje? Allee, ja, dat is nog een eentje, pa. Niks gekeurd geworden, hè? Is nog juist hetzelfde. Zeg, madame, daar zit er misschien een kakkerlakker in. Dat hebben dat heb ik ook al gehad, zeg. Blazen is in. Blazen is in. Moet ik naar blazen vuurdrooien? Vuurdrooien. Blazen doet altijd vuurdrooien, hè. Allee. Allee, moet al niet meer drooien, jij gaat zo lang. Maar dan moet man eens even proberen, want ik denk toch dat het dat niet goed is. Allee, waar is ze zitten? Mijn oor hangt er al van niet bedoeld. Je hebt hem al helemaal volgezieverd. Allee, goed. Hup. Zie dit, hè. Zie dit? Voel je dat? Hup. Voilà. Ik voel de gaan nog niks. Hé, hey, voilà, deze, voilà. De snolder, hè? Oh, dat is niet in orde, madame. Nee, dat heb ik al aan. Dat is niet juist. Dat kan men al doen. Maar ik denk dat je eens even dat prisje gaan al zien. Dat moet in de kelder zijn, zo. In de kelder, hè? Ja. In de kelder. Blijf er maar even zeggen, hè. Ja, dat kan ik niet meer onzen, hè. Kom ik niet meer ons. Zou dat nou niks graaien zien? Dat is na 6 maanden dat ik op mijn telefoon moet wachten. En als ze dat dan wil ik brengen, dan maar zijn hem niet. Maar dat is een zolder, hè. Dat is een zolder, is in mijn nek in me gedroogd, hè. Hier is uw benamen niet meer willen, hè. Dan heb ik niet naar je maar een nek gekregen, hè. Maar waar blijft hij dan zien? Nou, bedankt, je hebt gevonden, ze. Ja. Dan zit je naar je ook met een telefoon aanbreken. Nee, madame, excuseer, maar... Er is een abuus gebeurd. Oh, er is een abuus gebeurd. Ja. Luister, in plaats van de leiding van een telefoon binnen te brengen, hebben ze bij u de waterleiding binnengebracht. De waterleiding? Ja. En wat is dat resultaat? Nou, helpen, jullie kellen ze dan de water natuurlijk. Ja, maar wat kon ik dat doen dan? Nou, wel, ja. Kon ik rappen op het pompier sloepen om aan mijn kelder weg te komen. Wat zou je dan eens krijgen?